De verdachten werden 's ochtends vroeg opgepakt bij verschillende huisinvallen. Het zijn allemaal Spanjaarden. Ze zouden jongeren hebben geronseld. De jongeren werden opgeleid om te strijden in landen als Syrië, Libië en Mali. De enclave in Melilla is een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit deze landen. Die proberen soms met honderden tegelijk de enclave binnen te komen. In maart kwam de Spaanse politie een soortgelijk netwerk op het spoor.